De dag begon ogenschijnlijk rustig in het Goffert Maar achter de schermen was er op hoog niveau overleg over de situatie binnen NEC. Het ontslag van trainer Peter Huballa bleek onvermijdelijk. De verwachte verbetering bleef uit. Het gevoel was gewoon dat, dat er niet iets veranderde. En, uh, kijk, je, kijkt ook van, je, je hebt in, in twee wedstrijden niet één schot op goal gelost. Dus het wordt ook een beetje. Uh, ja, je, je krijgt het gevoel van machteloos. Nou, de, de signalen van, uh, ik geloof in het proces Ubalas zijn van een aantal weken geleden. Hè? Toen heb ik dat zelf gezegd, voor mij was het thuis naar FC Utrecht, als ik me niet vergis. Um, toen zijn we ook echt een aantal dingen gaan aanpassen in, 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 de, in de begeleiding. En met Peter daar ook over gesproken. Ook een aantal andere opties afgewogen En daar, daar uiteindelijk niet voor gekozen. Dat is ook in de media geweest. Um, ja, en dan blijft dat aan. Kijk, het is geen makkelijke beslissing. Ik zeg ook niet van ja, weet je, dat, dat doe je even. Zeker niet als je kijkt naar de band die ik met de trainer heb en die Edwin met de trainer heeft. Je, je gunt het. Als je het iemand gunt, is hij het wel. Ja, wat nu? Um, plan maken voor de korte termijn. Alles doen om te kijken van wat is er nodig om in de Eredivisie te blijven. Um, maar wel vasthouden aan je lange termijn. Uh, lees de academie wel richting blijven geven om jeugdspelers in het eerst te krijgen. Het behoeft natuurlijk geen toelichting dat we in de zomer meer Nederlandse spelers willen dan we afgelopen seizoen. Ik begrijp dat we dat al eerder gezegd hebben, maar dat is door omstandigheden ook zo ontstaan. En de korte termijn wel iemand om de groep en in de staf verandering aan te brengen. In de begeleiding van wat er leidt tot resultaat. Patrick Pothuizen voegen we toe aan de staf. Omdat we denken dat hij met zijn kennis van de club. Maar ook de kennis van jeugdspelers daar iets in kan toevoegen. Ook in de sfeer. Ja. Patrick is ook wel een sfeermaker, en uh, dat is in deze fase ook, ook belangrijk. Uh, en dan gaan we de balans opmaken en, en ik hoop deze week uh, de definitieve invulling uh, bekend te kunnen maken. Ja, ik, kan, ik kan me voorstellen, als je naar de persoon uh, Hubala kijkt, dat, uh, dat, dat die heel veel draagvlak en sympathie heeft. Alleen je moet er ook vertrouwen op hebben dat een aantal mensen misschien net wat dichter bij het proces zitten dan de supporters. Uh, en die aangenomen zijn om die inschatting te maken. Dit doet natuurlijk ook wat met mij. En als mensen mij daar verantwoordelijk voor willen houden, dat is prima. Ja, weet je, ik ben ik nergens ben bang voor als zij zeggen... ...ja, dat, er is een andere directeur nodig om de club in een ander vaarwater te brengen. Ja, dan hoor ik het wel. Ja, ik ben hier echt ziek van. En Vooral, en die frustratie begrijp ik van supporters helemaal, is dat... En eigenlijk voor iemand die, die iedereen die NEC een warm hart toedraagt, is als je zo ver bent, hè, 19 wedstrijden, 25 punten, je kijkt naar je programma en je staat nu waar je staat. Ja, daar ben ik, daar ben ik echt ziek van. En ik ben er ook ziek van dat we in basis iemand moeten offeren die, die, ja, waar ik, waar ik veel, veel respect voor heb.